Mijn naam is Else Boer. Ik ben docent Nederlands op het Emmaus College in Rotterdam. En het boek dat ik graag wil aanraden is Alleen met de Goden van Alex Bogers. Het is een boek dat gaat over een jongen die opgroeit. Hij groeit op in een klein dorpje onder de rook van Rotterdam. Vlaardingen waarschijnlijk, het wordt volgens mij niet met de naam genoemd. En daar heeft hij eigenlijk een hele moeilijke jeugd. In die jeugd ontdekt hij zowel het schrijven als het kickboksen als uitlaatkleppen. En het zijn allebei hele mooie beschreven dingen. Zowel in het schrijven als in het kickboksen kan hij eigenlijk zijn vechtlust kwijt. En het is echt een jongen die moet vechten om te overleven en moet knokken om ergens te komen. En het is een hartstikke mooi boek, dus vandaar dat ik het zeker zou aanraden. Het is goed geschreven, het is heel... Het is wel vrij dik, maar dat maakt in dit boek eigenlijk helemaal niet uit. Als je erin zit, dan wil je eigenlijk blijven lezen en dan kan je het niet wegleggen. Het klinkt misschien niet zo spannend, een jongen die opgroeit, maar dat is het dus echt wel. Het is echt een boek dat, dat je niet kan wegleggen totdat je de laatste pagina hebt gelezen. Dus allemaal lezen.